bevindt zich hier in de sporthal De Spil in Dilse Stokkum. En vandaag is senioren sportdag. We hebben dat voor de eerste maal georganiseerd. Eigenlijk is het ontstaan gekomen, vorig jaar zijn we geweest, Zutendaal geweest op de provinciale sportdag. En mijn twee medewerksters van de sport en van welzijn, die waren zo enthousiast ervan dat ze hier ook wilden organiseren. Toen hebben die twee dames, dat zo enthousiast waren, heb ik gezegd, mogen we eens oefenen. En dat is dan vandaag aan het gebeuren. We doen ook zoveel mogelijk sporten waar de senioren niet dagelijks bezig met zijn. Gelijk met tanken en fietsen, dat doen ze toch dagelijks, dat minder eigenlijk. En eigenlijk zijn we nu gelijk hier, ziet je katapult schieten bijvoorbeeld. En van die sporten wat eigenlijk niet dagelijks gebruikt worden. Eigenlijk is dat geweldig en ook zo voor mij als welzijn en sport mijn bevoegdheden zijn. Dus gauw gekozen van te sporten. En in Dilse Stokkum moet ik zeggen, sporten de senior nogal veel. Het is een grote groep en het kan maar alleen verbeteren. En ik denk dat vandaag toch al niet de massa erop aangekomen is, maar toch zeker vatbaar is voor volgend jaar opnieuw te doen. Onze voorouders die bewogen voor op handen en benen. En de rug diende als beweging tussen het bekken en de schoudergewrichten.